welkom in deze nieuwe video van Polestar. Ik ga jullie eens laten zien hoe ik mijn woontjes nu verzorg. Dus, ook interessant om eens te laten zien. Het was gisteren echt een superleuke dag. Het was echt leuk met oma daar naartoe te gaan. We hebben heel veel leuke mensen gezien. Mensen die me aanspraken van, ja, ik ken nu van Polestar. Je ziet hoe ik jullie kan zetten, zodat jullie dat goed kunnen zien. Even kijken, hè. Want we moeten dit hebben om te verzorgen. En dit. Dus we gaan het eens zien waar we kunnen opzetten. Zo. Zodat jullie dat toch. Zo, moet ik nu iets over doen trouwens. Dit Nivea crème smeren. Altijd super. Heel op. Zo. Voilà. Dat is een beetje wat ik doe. Dat is nu wel vies. Maar dat is wat ik dus elke dag doe. De Nivea heb ik 2 keer per dag. De andere doe ik 1 keer per dag. Gaan we eens kijken voor een pleister erop te plakken en dan zijn we helemaal klaar. Dus gaan we trouwens nog naar de vredesfeesten. Ik hoop dat we dan de ballons iets dichter kunnen zien. Natuurlijk alle respect voor mensen die dat organiseren. Natuurlijk alles voor de veiligheid en zo'n ding allemaal. Maar het was gisteren eventjes allemaal een beetje te veel omdat ik het niet kon zien. Maar mijn oma was heel blij dat ik ook trouwens zien de volledige video van Ballonvrienden. Ballonvrienden bedoel ik, kan je het allemaal bekijken. Want we maken eigenlijk... ik heb al wat stukje ingestoken, maar echt heel de video van de vredesfeesten met ballons, die zet ik op mijn andere kanaal, op Ballonvrienden, samen met mijn broer begeer ik die. Dus zeker de moeite waard om daar eens te gaan kijken. Dus, en misschien kom ik ook nog live, maar dat zul je dan al gezien hebben. Dus ik ga nu eventjes mijn handen wassen en daar een pleister op plakken. En dan zien we elkaar zo meteen terug. De kinderen die kon me zo halen, hij is daar al ertussen. Dus daar heb je hem al, de Kenny. Nu zie je hem. Moet ik, ik kan misschien een rugzak mee pakken. Ik zal je een rugzak geven, dan kan je die op je rug doen. Zo. En we wandelen nu hier. Ik volg hem vandaag. Het is vandaag echt wel warmer dan gisteren, maar dat maakt de pet niet bedrukken. Hè. We gaan proberen om de ballons te spotten. Hij heeft ze van de morgen al gezien en hoe was het? Het is gewoon helemaal heel wat vroeger stond en ik kwam niet hard. Dat zie je ook aan hem, hij is content vandaag. Hè. Kijk, we lopen hier. We zijn bijna aan de markt, maar ik lekker daar. Ja, in de boot.
Die 100.000 was je op de elektrische tak van de stad voor. Je hebt het gehoord, hè? Deze vind je wel in, hè? Ik vind het zo grappig dat hij dat zei. Och ja, maar en straks heeft hij geen koeken en dan gaat hij dood. Hè? Nee. Volgens mij is het alleen maar brood. Maar je was aan het vissen. Ja, maar ik moet geen vissen. Zullen ze aan het vissen beuren? Kijk je wel dat je wal en honing. Er is geen voetpad tussen de schiet. Het is echt al zomer, hè? Wij lopen nu hier. Ja, nog wat droger. Er zitten vlammen. We zijn er al, we zijn veel te goed aan. Op mijn muur niet wat. Nee, zou er een zon zijn? Dat ook nog. Ik ga lopen nu hier. Eigenlijk hier ligt ernaast de treinspoor. Dus dat is speciaal eigenlijk. Met een masker voor iets. Alles om ballon te spotsen. Eigenlijk ballonspotsen zijn toch gezond, want we zijn aan het wandelen. We staan nu hier te wachten. Ik hoop dat we iets zien. Het zal zijn. Hoe is dat hier? Ik heb het dan niet heel kijk veel. Oké, doe het dan blijven. Dat er niet echt zoveel goed in mijn handen is, dat ik een koe heb. Dat is wat ik nu ook naar lacht. We lopen hier nu. Heb je 10 minuten stappen? We zijn helemaal daar geweest. We zijn eigenlijk in Veldselen geweest. Want we zagen het bord in Veldselen. Voor de ballons te kunnen filmen. Voor ons kanaal. Je voelt het wel. Maar het wel goed. Ik denk dat ik gewoon niet afpakken. Dat ik hou. En Nobak volgend jaar op de markt. Volgende de fiets was hier, dus dat wil ik wel zien. Sowieso. We hebben ons top gemaakt bij de Vertuur. En dit is het. Wat aan. Ik ga mijn schoot vergeten, maar ik kan niet.